Goedemiddag, dames en heren. Mijn naam is Niels Uke en ik ben directeur van het Vlaams Vredesinstituut. Ik wil u graag van harte welkom heten op dit webinar. Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijke instelling voor vredesonderzoek verbonden aan het Vlaams parlement. En met ons onderzoek en ons advies trachten wij niet enkel parlementsleden en beleidsmakers te bereiken, maar ook mensen die in de praktijk staan, gaande van leerkrachten en musea tot wapendiensten en politiediensten. Nu, de komende jaren willen we echter ook die vredesproblematiek nog meer naar de geïnteresseerde burger gaan brengen. En een van de manieren om vrede en conflict meer onder aandacht te brengen, is via onze nominatie voor de Nobelprijs voor de Vrede. Als Vredesinstituut kunnen wij namelijk iemand of een organisatie nomineren voor deze prestigieuze prijs. En in februari 2021 maakten we al bekend dat wij de demonstranten in Wit-Rusland hebben genomineerd voor deze Nobelprijs voor de Vrede. Vandaag zullen we, samen met u en met ons panel, op zoek gaan naar de link tussen dat conflict enerzijds en de klaspraktijk, de veranderende klaspraktijk anderzijds. En daarvoor krijgen wij de hulp van mensen van de VRT, van Amnesty International, van Pax Christi en van het Vredesinstituut zelf. Belangrijk is ook dat in dit panel dat ook u natuurlijk een aantal vragen kan stellen. En als u daar graag gebruik van maakt, dus dat, kan u dat gewoon doen door onderaan op uw scherm te klikken op het icoontje met Q&A. En dan kan u daar eigenlijk uw vraag neertypen voor de verschillende sprekers. Nu, ziet u zelf een vraag opduiken die u ook zelf interessant vindt, aarzel dan niet om die vraag als het ware te liken via het duimpje. En dan weten wij ook dat dat een belangrijke vraag is die leeft binnen het panel. Nu, wees ook niet ongerust wanneer niet alle vragen of alle ideeën aan bod komen tijdens dit webinar. Dat is logisch, we hebben maar beperkte tijd. We gaan wel proberen om zoveel mogelijk dat aan bod te laten komen. Nu, voor ons is dit webinar een belangrijkste eerste stap in een traject waarbij wij samen met mensen uit het onderwijsveld op zoek willen gaan naar een plaats voor vrede binnen de nieuwe leerplan. En ook de volgende jaren zullen wij opnieuw nominatie voor die Nobelprijs voor de Vrede gaan doen. En willen we aan de hand hiervan ook mensen stimuleren om met vrede en conflict aan de slag te gaan in het onderwijs. U mag van ons dan ook na afloop een mail verwachten waarmee u zich eigenlijk kandidaat kan stellen om dit traject mee te gaan ondersteunen, indien u dit wenst uiteraard, door bijvoorbeeld lid te worden van onze klankbordgroep. En dan kunnen wij samen met deze groep onze traject voor die Nobelprijs de komende tijd verder vorm gaan geven. Nu, begrippen zoals vrede en geweldloos protest zouden natuurlijk het startpunt kunnen zijn voor dit webinar. Maar die begrippen zijn moeilijk tastbaar. Dat geldt ook voor woorden zoals democratie, dialoog, conflicthantering. Ja, hoe gaan we dat precies allemaal behandelen? Want het zijn ook allemaal termen die ook effectief in die nieuwe eindtermen voorkomen. Daarom lijkt het ons duidelijker als we met extra aandacht kijken naar sommige belangrijke gebeurtenissen in de actualiteit. En het protest in Wit-Rusland is dus zo'n gebeurtenis. Jan Baljouw, journalist bij de VRT, welkom bij ons op ons webinar. We zijn heel blij dat je vandaag tijd kon maken om hier van deel uit te maken. Jij volgt voor de VRT al jarenlang wat er allemaal gebeurt in de voormalige Sovjet-Unie en bredere Oost-Europa. Kan jij ons misschien even meenemen naar de oorsprong van deze protesten in Wit-Rusland? Zeker, heel graag. Wit-Rusland heeft voor mij toch wel een speciale plaats altijd ingenomen. Ik heb daar in 1988 voor de eerste keer een maand verbleven voor een cursus Russisch. Dat was toen een volle glasnostperiode. De eerste artikels over bijvoorbeeld de waarheid over Stalin. De auteur van dat artikel is toen een heel goede vriend geworden, is nu nog altijd directeur van de Wit-Russische dienst van Radio Svoboda. Dus die band met Wit-Rusland is er altijd geweest. Ik ga niet te veel oude koeien uit de gracht halen, maar ik zou wel toch wel een opmerkelijk moment willen aanhalen. 10 jaar eigenlijk voor de protesten van vorig jaar
Dat was eind 2010, toen was ik ook in Wit-Rusland. Toen waren er ook presidentsverkiezingen. En die waren toen redelijk open. Lukashenko, die was natuurlijk ook president toen, lag overhoop met Rusland en hij zocht aansluiting met de EU. En de EU had als voorwaarde gesteld, er moeten vrije verkiezingen komen. En het leek toen in die campagne, na die presidentsverkiezingen, dat Lukashenko zou buigen. Nou, er waren daar oppositiekandidaten die vrij campagne konden voeren en die zelfs een beperkte toegang hadden tot publieke omroep. Overdag, tijdens toen de mensen gingen stemmen, leek alles oké te zijn. Maar ik ben toen s'avonds gaan filmen in een telbureau en toen ging er ook... toen ging de hoop vlug in rook op, omdat we meteen merkten dat die dat tellen, dat daar iets mee aan de hand was. Ik had een activiste gevolgd tijdens het stemmen die ongeldig had gestemd en haar stembiljet duidelijk herkenbaar had gemaakt. Dus het was een uniek stembiljet daardoor geworden. 'S Avonds kon ze als waarnemer naar die telling kijken. En toen dat ze zag dat de stapel ongeldige stemmen maar enkele formulieren telde in haar stembureau, vroeg ze om die stapel ongeldige stemmen eens te bekijken. En ze stelde daar toen vast, en wij konden dat filmen, dat haar stembiljet er niet bij was. Haar stembiljet was gewoon bij de groeiende stapel van Lukashenko gevoegd. En natuurlijk, Lukashenko won die verkiezingen officieel. Dat leidde tot 's avonds tot een betoging van 10.000 duizenden mensen op het plein achter mij, het onafhankelijkheidsplein in Wit-Rusland. En het duurde niet lang of mannen in zwarte pakken begonnen op het plein achter mij op iedereen te slaan die op hun weg kwam. Ik kon toen ternauwernood een pak slaag vermijden door plots vlug mijn accreditatie te tonen en door een paar woorden Russisch want anders dan was het slecht afgelopen. De meeste oppositiepolitici werden toen opgepakt, zijn ook later veroordeeld. En toen dus in 2010 was die tijdelijke democratische opleving was heel snel de kop ingedrukt. Was eigenlijk na die zondagavond was eigenlijk alles voorbij. Maar het was me toen wel in 2010 duidelijk geworden dat onder die laag vernis van een star bewind, Lukashenko, dat daaronder een heel actieve samenleving zat, met zeer actieve jongeren ook, hoog opgeleiden, duidelijk veranderingen wilden. En het is in de aanloop naar de presidentsverkiezingen dan 10 jaar later, augustus 2020, vorig jaar, dat die ontevredenen weer van zich lieten horen. Het was niet alleen de ontevredenheid over het gebrek aan democratie, er kwam nog bij de slechte economische vooruitzichten, maar vooral ook de nogal bizarre aanpak van de coronapandemie in Wit-Rusland door Lukashenko, die eigenlijk het bestaan van het virus of de ernst van het virus totaal ontkende. Dus dat zorgde voor heel veel onvrede. En deze keer, in tegenstelling tot 2010, was Lukashenko niet van plan om oppositie toe te laten. De belangrijkste oppositiekandidaten voor de presidentsverkiezingen die werden of gearresteerd of die moesten vluchten lang voordat de kiesdag er aankwam. Maar toen een van die kandidaten, de heel kritische YouTube-blogger Sergei Tikhanovsky, werd uitgesloten als kandidaat, dat was al in mei, de verkiezingen waren in augustus. Later werd hij ook gearresteerd, die Sergei Tikhanovskaya. Toen besloot zijn vrouw, Svetlana Tikhanovskaya, om zijn rol over te nemen. En zij werd daarin gesteund door de vrouw van een andere kandidaat die gevlucht was, Valery Tsepkalo. En ook de campagnemanager van een gearresteerde kandidaat, Victor Babariko, die steunde Tikhanovskaya ook, Maria Kolesnikova. En zo kreeg je een trio van vrouwen. En die werden een beetje het gezicht van de campagne van die presidentsverkiezingen. Lukashenko vond dat aanvankelijk geen bedreiging. Maar hij heeft zich daarin echt wel duidelijk misrekend. Hij vond het waarschijnlijk geen bedreiging omdat het alleen maar vrouwen waren. Lukashenko heeft een duidelijke macho-houding. Maar die vrouwen die kregen heel snel een grote aanhang. Vooral omdat ze nieuwe gezichten waren. En ook omdat hun boodschap er was een van verandering, zonder dat ze voor zichzelf grote politieke toekomst zagen. Tikhanovskaya zei altijd dat ze heel snel
de politieke gevangenen wou vrijlaten. Dat was punt nummer één in haar politieke campagne. En dat er ook nieuwe en vrije, echte democratische verkiezingen moesten komen op basis van de grondwet van 1994 met een limiet van 2 termijnen voor de president. Hè. Lukashenko is aan zijn 6e termijn bezig. Dus het trio wilde het land definitief omvormen tot een democratie. En omdat ze voor zichzelf daarin eigenlijk geen politieke toekomst zagen, werd het ook heel moeilijk om hen aan te vallen voor Lukashenko. Kwam daarbij natuurlijk dat ze vrouwen waren en dat Lukashenko eigenlijk in het begin niet goed wist hoe hij daarmee moest omgaan. De verkiezingen in augustus vorig jaar, heb je eigenlijk twee uitslagen. Je hebt de officiële uitslag waar Lukashenko 80% haalt en Tichanovskaya 10%. Dan heb je de officieuze uitslag. De oppositie zegt dat Tichanovskaya 60 tot 70% heeft gehaald. En voor velen, ook onafhankelijke waarnemers, lijkt dat toch wel dichter bij de realiteit aan te sluiten dan de officiële uitslag. Tichanovskaya werd meteen na die uitslag heel zwaar onder druk gezet. De maandag, de verkiezing was op zondag, maandagavond, werd zij urenlang door de KGB verhoord. Ik heb haar ontmoet in januari in Litouwen. En daar vertelde ze me dat ze toen echt eens heeft moeten kiezen tussen haar kinderen en haar politieke toekomst. Dus de dreiging was duidelijk dat ze van plan waren haar kinderen af te pakken. Dus ze heeft gekozen voor haar kinderen. Daardoor is ze naar Litouwen getrokken met haar 2 kinderen. Maar, en dat was denk ik een beetje een onderschatting van het regime. Dat stopte de betogingen niet. Elke dag kwamen er duizenden op straat. In de weekends groeide dat aan tot tienduizenden, soms honderdduizenden mensen die het vertrek van Lukashenko eisten. En dat waren eigenlijk de grootste betogingen die Minsk ooit heeft gezien, denk ik, of in ieder geval in lange tijd heeft gezien. En dat allemaal verliep onder de duidelijke orders van de oppositie om het verzet geweldloos te houden. De autoriteiten daarentegen, die brachten massaal ordentroepen op de been. We hebben allemaal de beelden gezien, hè, dus die pakten lukraak betogers op. Hè. Dat was echt een beetje toevalstreffers. Werden gewoon mensen van straat geplukt. Soms mensen die ook met de betoging niets te maken waren, toevallige voorbijgangers, om een klimaat van angst, van repressie te installeren. Er werden ook weer die knokploegen van 2010, heb ik ook af en toe zien optreden. Mannen in zwart die duidelijk optraden voor de politie. En natuurlijk, vele arrestanten werden in de gevangenis ook mishandeld. Lukashenko heeft zich daar even voor geëxcuseerd. Maar uiteindelijk heeft dat niet veel veranderd. De oppositie heeft dan een coördinatieraad opgericht, van wie al snel alle leden werden gearresteerd of zij moeten vluchten. Begin september was Svetlana Alexievich, de Nobelprijswinnares voor literatuur, het enige lid van de raad dat nog op vrije voeten was. Ze werd toen ook bedreigd met arrestatie en ze is even later ook heeft ze Wit-Rusland verlaten en ze woont nu in Berlijn. En ze denkt eigenlijk dat zolang Lukashenko aan de macht is, dat ze niet kan terugkeren. Maar natuurlijk, die zware repressie en ook die massale arrestaties, die maakten het moeilijk voor de oppositie om die massale geweldloze mobilisatie verder te zetten. Hè. Dus het vergde heel veel energie. Elk weekend grote betogingen, vaak ook in moeilijke omstandigheden, want ja, de winter kwam eraan. De oppositie heeft dan geprobeerd om een nationale staking af te kondigen, maar die werd niet zo goed opgevolgd. Zodanig dat tegen het begin van de lange Wit-Russische winter de betogingen werden opgeschort tot eigenlijk nu, tot de lente van dit jaar. En dat Lukashenko de eerste ronde, laten we zeggen, van die confrontatie met de oppositie, dat hij daar de overwinning op eist. Dat hij zei van, hij heeft een verklaring tot het congres in Minsk gezegd van de blitzkrieg is niet gelukt, wij hebben gewonnen. En we moeten inderdaad toegeven dat dus die eerste ronde, denk ik, waar de oppositie enorm veel energie in gestoken heeft, er niet in geslaagd is om Lukashenko te verdrijven. Wel zijn positie te ondergraven, maar niet te verdrijven. En de vraag is natuurlijk, waarom is dat verzet niet gelukt?
Er zijn denk ik twee belangrijke elementen. De ordestrijdkracht en de machtselite is al die tijd achter het regime blijven staan. Er zijn eigenlijk nooit echt deserties geweest. En Tichanowskaja heeft in het interview dat ik met haar deed in januari ook erkend dat dat misschien wel de grootste fout is geweest van de oppositie. Dat ze geen exit scenario hebben aangeboden aan die functionarissen, aan die machtselite, aan leden van de ordestrijdkrachten. Om duidelijk te maken van als jullie het regime in de steek willen laten, dan zijn dit de contacten en dit kunnen we jullie voorstellen. Er zijn te weinig contacten geweest om dat concreet te maken. En dan is er natuurlijk een tweede element is de steun van Rusland. Rusland heeft eigenlijk Lukashenko boven water gehouden. Lukashenko heeft een hele lange geschiedenis van te schipperen tussen Rusland en het Westen. Het klinkt misschien raar, maar de verhoudingen voor de verkiezingen met het Westen waren redelijk oké. Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo is nog in Minsk geweest in februari 2020. Je zult dan misschien zeggen, ja, dat was onder Trump. Maar ook de relaties met de EU waren eigenlijk relatief oké. Want sinds 2016 waren de meeste EU-sancties bijna allemaal opgeheven. Natuurlijk, na de kritiek van het Westen op die harde repressie van die oppositiebetogingen, heeft Lukashenko weer duidelijk gekozen voor Rusland. Dat wil niet zeggen dat Rusland tevreden is met Lukashenko, zeker niet. Er is heel veel ruis op die lijn tussen Moskou en Minsk. Maar voor Rusland is het duidelijk dat de huidige situatie met Lukashenko nog altijd veel beter is dan een volledige destabilisering. En natuurlijk, Poetin wil proberen, nu dat Lukashenko verzwakt is, om sneller werk te maken van het zogenaamde Unieverdrag, een soort van fusie tussen Rusland en Wit-Rusland. Iets wat Lukashenko trouwens tot nu toe altijd heeft tegengehouden, omdat hij vreest dat hij daardoor zijn positie als president zou verliezen. Nog twee zaken die ik gewoon in de groep gooi om eens over na te denken. En het eerste is denk ik misschien het meest controversiële. In Wit-Rusland is er gekozen duidelijk voor geweldloos protest. Hè. Dat is me ook nog eens bevestigd in Litouwen in januari. We willen geweldloos protest. De vraag waar ik nog altijd mee zitten, waar ik ook zelf geen antwoord echt op heb, is dat geweldloos protest voldoende om druk te zetten op autoritaire regimes, zoals in Wit-Rusland, om die regimes te veranderen. Versta me niet verkeerd, ik pleit niet voor gewelddadig protest, maar je moet natuurlijk wel zien dat je doel bereikt. En ik heb gemerkt dat er vaak, en dat is misschien heel cynisch, er eerst doden moeten vallen voor de kentering zich inzet. We hebben dat gezien in Oekraïne, dat heb ik ook van nabij meegemaakt in 2014. Door de strijdkrachten hebben we dat regime plots laten vallen. Dat was echt op een paar uur tijd is dat gebeurd. Na het bloedbad op Maidan. Ik moet daarnaast ook zeggen dat in Georgië in 2003 die geweldloze revolutie wel is gelukt. Dat had ook veel te maken met de figuur van toenmalige leider Shevardnadze, die geen bloed aan zijn handen wilde. Dus daar hangt het natuurlijk ook wel vanaf. Maar het is een vraag die ik stel, waar ik zelf tot nu toe nog geen echt antwoord op heb. Maar in ieder geval, het is duidelijk ook voor mij dat alleen geweldloos protest, denk ik, niet volstaat. Hè. Dus wat Tichanowskaja heeft gezegd in het interview in januari, denk ik, klopt. Hè. Je moet ook mogelijk maken dat de kringen, de machtskringen rond dat autoritaire regime, die dat eigenlijk ondersteunen, dat die op een bepaald moment meer voordeel inzien om dat regime te laten vallen, dan het te behouden. Een tweede punt, denk ik, om eens over na te denken, is de houding van het Westen, van ons, van Europa. Wij hebben natuurlijk Lukashenko snel veroordeeld. Dat is natuurlijk gemakkelijk om te zeggen, maar het resultaat daarvan is wel geweest dat Lukashenko in de armen van Rusland is gedreven. Dus dat is natuurlijk een dilemma. Hè. Wat doen we met regimes die onze waarden schenden? Maar waar als we druk zetten, eigenlijk het omgekeerde bereiken van wat we willen bereiken. Namelijk dat die meer democratisch worden. Komt daarbij natuurlijk ook dat de EU wel veroordeeld heeft, maar eigenlijk het bij woorden is gebleven. Als je nu naar de sanctielijst bekijkt, dan is die nog altijd minder dan 100 personen. Dus dat is ook trouwens een grote kritiek van de oppositie.
dat is veel te weinig. Je zou eigenlijk de daad bij het woord moeten voegen. Om te besluiten, denk dat Lukashenko de confrontatie vorig jaar met de oppositie, dat hij die gewonnen heeft, dat de situatie iets gestabiliseerd is. Maar ik denk zeker niet dat dat betekent dat hij zich geen zorgen moet maken. De oppositie heeft het moeilijk om het protest terug op gang te brengen. Dat lukt niet echt. Maar Lukashenko heeft zijn legitimiteit bij een groot deel van de bevolking, denk ik, verloren. Zijn economisch beleid biedt geen toekomstperspectieven, hangt heel erg af van Rusland. De onvrede is alleen maar groter geworden in Wit-Rusland. En voor mij is de vraag of en zo ja, wanneer de oppositie voldoende nieuwe krachten zal opgebouwd hebben om een eventuele nieuwe confrontatie met Lukashenko aan te gaan. Voilà, dat is wat ik als inleiding wou zeggen. Dankjewel, Jan, voor jouw duiding bij de context eigenlijk van ja, die demonstraties in Wit-Rusland. En ik denk dat het ook wel belangrijk is om ook te kijken wat dat natuurlijk ook betekent voor de demonstranten in de praktijk zelf. Hè. De hele situatie die je net geschetst hebt. En ook voor de Wit-Russische bevolking in zijn geheel. Vandaar dat wij zeer blij zijn dat wij Louise de Grave bij ons hebben, directeur van Amnesty International Vlaanderen. En jij kan ons natuurlijk meer vertellen over die situatie daar. Nu, vele van ons die zagen de afgelopen maanden de beelden van politiebrutaliteit bij die demonstranten, maar er is natuurlijk ook veel meer aan de hand. Dus Wies, wij luisteren naar jou. Dankjewel, Niels. En fijn dat jullie er allemaal bij zijn op deze grijze woensdagnamiddag. En ook dankjewel om mij uit te nodigen. Ik wil inderdaad een aantal stemmen, verhalen uit Belarus brengen. Om te beginnen, bij Amnesty beginnen we meer en meer ook in het Nederlandse taalgebied Belarus te gebruiken. Misschien kunnen we het er straks nog over hebben. Maar Belarus is de officiële naam en over Wit-Rusland bestaat er soms enige oneenigheid. Vandaar dat ik in principe Belarus gebruik. Amnesty International als mensenrechtenorganisatie, zoals overal in de wereld, ja, houden wij natuurlijk de toestand in Belarus heel nauwgezet in de gaten. Amnesty is watching, is een van onze leuzes natuurlijk. We voeren onderzoek ter plekke, we brengen dingen aan het licht en we mobiliseren, we ondernemen actie om de dingen te veranderen. En zo dus ook in Belarus. Nu, ik denk dat Jan daarnet goed de context geschetst heeft, de evolutie van de feiten ook, en ook getoond heeft hoe die, ja, zal ik maar zeggen, hoe er een kracht van onderuit gegroeid is, in beweging geweest is de voorbije maanden, die misschien al onder de oppervlakte al heel lang aan het sudderen was of in elk geval zich aan het ontwikkelen was. En dat is een beweging van onderuit eigenlijk, van mensen die rechten claimen, die in solidariteit opstaan, die opstaan ja, op zoek naar een betere toekomst. Hè. En een van de quotes hier in de presentatie geeft dat goed aan. Nu, over het al dan niet resultaat van dat protest kunnen we het straks inderdaad nog hebben. Maar het is natuurlijk wel zo dat zo'n bewegingen van onderuit die echt leven in een maatschappij en die op de straten en in de openbaarheid uitbarsten, dat die in de geschiedenis wel al meer de gang van de geschiedenis en de gang van landen in een andere bedding gelegd hebben. Nu, je hebt enerzijds die beweging van onderuit voor meer mensenrechten, maar anderzijds heb je natuurlijk, zoals Jan ook vermeldde, de tegenkracht, hè, het staatsapparaat dat al die andere stemmen onderdrukt en probeert het zwijgen op te leggen. En dit is een clipje van Amnesty, het is heel kort hoor, maar die dat toch een beeld schetst van na de eerste 100 dagen van protest van hoe die depressie eruit zag.
Dus dat vat eigenlijk al voor een stuk samen hoe die repressie eruit zag, wat er gebeurde op het terrein, ook een aantal cijfers worden meegegeven. En eigenlijk is de conclusie van ons als mensenrechtenorganisatie, nadat een paar maanden, of ondertussen meer dan 9 maanden onderzocht te hebben, opgevolgd te hebben, is onze conclusie eigenlijk dat we met de ergste repressie in het land te maken hebben sinds de onafhankelijkheid. Repressie van het recht op vrije meningsuiting, het recht op vreedzaam protest, het recht op vereniging. Dat zijn een aantal kernmensenrechten die vandaag in Belarus onder druk staan. Nu, ik wil nog heel kort ingaan op wat je al zag in die beelden en wat we eigenlijk ook onder andere in de reportages op de VRT ook al gezien hebben op ons scherm. Dat is natuurlijk die zeer zichtbaar staatsgeweld. Maar ik wil ook nog net een ietsje dieper erin duiken. Maar om te beginnen dus, zeker niet te miskennen, hè, het politiegeweld, maar ook de straffeloosheid die ermee gepaard gaat. We hebben vastgesteld dat de politie een heel amalgaam aan niet-dodelijke wapens gebruikt heeft tegen vreedzame demonstranten, rubberkogels, schokgranaten, ook chemicaliën zelf. En dat dat dus tot allerlei gewonden geleid heeft, ook dus minimum tot 4 doden bij de demonstranten. Maar zoals ook al vermeld, er zijn tot op vandaag minstens 30.000 mensen al gearresteerd. Sommigen zijn ook weer vrijgelaten, hè, maar dus in totaal zeker al 30.000 mensen gearresteerd. En heel wat gevallen hebben wij ook vastgesteld van foltering en andere mishandeling. En dat is natuurlijk niet niets, hè. En je ziet bovendien naast de feiten van geweld, zie je anderzijds ook een enorme straffeloosheid. Je ziet eigenlijk dat heel het staatsapparaat ingesteld is op die repressie. Om maar iets te zeggen, er is nog tot op vandaag geen enkel onderzoek ingesteld tegen politieagenten die zouden gefolterd hebben of demonstranten mishandeld hebben. En anderzijds zijn er wel al honderden zaken gestart tegen vreedzame demonstranten. Dus ook het gerechtelijk apparaat is ingeschakeld in die repressie. En hier zie je een quote van iemand met wie wij ook gesproken hebben in Belarus. Eigenlijk iemand die in een zeer notoir detentiecentrum vastgezeten heeft, waar we ook de opnames gehoord hebben van familieleden die buiten het detentiecentrum stonden en eigenlijk het gehuil en het geschreeuw van de mensen die mishandeld werden opnamen, dat tot buiten te horen was. Hè. En waar dus heel die wreedheid van die repressie en dat geweld heel erg uitspreekt. Nu, er zijn drie, ik zal maar zeggen, groepen van de demonstranten waar ik eventjes heel kort op wil inzoomen. Het eerste is de rol van de vrouwen. Ik denk, Jan heeft er daar net al naar verwezen. Niet alleen in de politieke oppositie, maar ook in het brede protest hebben vrouwen echt een leidende rol opgenomen. Hè. Ze hebben de leiding genomen in het protest. En zij krijgen dan ook heel specifiek te maken met heel specifieke represailles. En want ook in de zeer patriarchale maatschappij die Belarus nog altijd is, was dat eigenlijk nog een veel moediger stap van de vrouwen in Belarus om op te staan en die protesten naar buiten te komen en de leiding te nemen op die protesten. Alhoewel ze ervan beschuldigd werden van slechte echtgenotes, slechte moeders te zijn. En inderdaad, wat Jan ook vermeldde bij Tichanovskaya, de dreiging om kinderen af te nemen, hen naar instellingen te brengen en weg te nemen bij de ouders, omdat het zogezegd geen goede opvoedingssituatie zou zijn. Daaraan verbonden zijn ook, ook kinderen werden en worden niet ontzien in de repressie in Wit-Rusland, wat toch de diepte van, ik zal maar zeggen, de tegenkracht vanuit het regime wel beschrijft. Hè. Kinderen die gearresteerd werden, vervolgd worden, bedreigd worden tot op school en vooral bedreigd worden dat ze zullen naar een instelling gestuurd worden en weggehaald worden bij hun ouders. Jullie kunnen, het is weliswaar in het Engels, maar daar een van de getuigenissen lezen die wij hebben kunnen vastleggen, hè, van een jongen mishandeld door de politie en dan uiteraard bedreigd om en dan zie je dat zelfs de kinderbescherming ook als deel van het apparaat ingeschakeld wordt voor die repressie. En tot slot ook een groep waar we ook speciale aandacht voor gehad hebben en moeten hebben en wat toch wel opmerkelijk is ouderen bij de protesten. Hè. Er waren eigenlijk best wel heel veel oudere mensen die deelnamen aan die protesten. Wat toont hoe breed en hoe ver terug dat claimen van die rechten terug ook in de tijd ging in de maatschappij in Belarus. Ook ouderen werden mishandeld en dan nog eens in de context van de COVID-pandemie
waren zij natuurlijk nog meer kwetsbaar, hè, in overbevolkte politiebusjes, in overbevolkte detentiecentra. Hij ziet er ook een van de getuigenissen staan van een 83-jarige vrouw, Janka, hè, schuilnamen uiteraard, die tot een uur en een half recht moest staan met de handen tegen de muur in een politiekantoor. Dus je ziet eigenlijk dat geweld, die beelden, die hebben we natuurlijk gezien, maar je ziet dat eigenlijk een onwaarschijnlijke diepte geeft en zeer wijd verspreid is. Het politiegeweld, het neerslaan van die demonstraties en dan verder tot in de huiskamers eigenlijk gaat, zeker bij de vrouwen en kinderen. Nu, de repressie die gaat veel verder dan dat directe geweld dat we gezien hebben. Je hebt ook een heel brede aanval op het middenveld. En ik ga drie voorbeelden geven. Je hebt de aanval op de media en eigenlijk nieuwsvrijheid van de naald. Gisteren pas is een van de leidende onafhankelijke websites in het land uit de ether gehaald, geblokkeerd. Waarbij dat je ziet dat ook natuurlijk die repressie vandaag nog altijd verder gaat. Dus ik weet nog niet zo heel zeker of het regime zich zo gerust voelt dat ze de strijd gewonnen hebben, hè, want die repressie gaat ongemeen hard verder, ook naar media. En natuurlijk is dat ook een van de pijlers in een samenleving om zuurstof, informatie daarin te krijgen en openheid aan de dag te leggen. En ook die worden gefnuikt. En een andere aanval op middenveld die we vastgesteld hebben, is op de vakbonden. Jan verwees er al eventjes naar. Enerzijds zie je echte onafhankelijke vakbonden, leden daarvan geïntimideerd, gearresteerd, ontslagen enzovoort. Dus dat wordt al vrij onmogelijk om te opereren. Maar je hebt ook nog een aantal meer staatsgezinde vakbonden. En we hebben in het begin van de protesten en de bewegingen gezien, een aantal stakingen en zo, toch een klein beetje in een aantal bedrijven, grote staatsbedrijven ook. Maar wat zie je dan? En inderdaad, je leest dat ook in die getuigenis van die vakbondmilitant, dat zelfs in die grotere regeringsgezinde vakbonden eerst wel een soort dynamiek was voor verandering, maar dat ook dat in de kop ingedrukt werd, omdat er dan, zoals hier gezegd wordt, de mensen met de epauletten gepositioneerd werden in die vakbonden om dat protest daar ook in de kiem te smoren. En tot slot, laatste stuk aanval op het middenveld, en repressie waar dat die allemaal vorm krijgt naast die directe aanval op protesten, is in de culturele sector. En we stellen ook vast dat de levendige culturele scene in Belarus eigenlijk ook de mond gesnoerd wordt. Artiesten die gearresteerd worden, schrijvers, muzikanten enzovoort. En dat heeft natuurlijk, in het Engels zouden we zeggen, een heel chilling effect. Een heel beangstigend en angstaanjagend effect in de samenleving. Allemaal om die weerstand te kop in te drukken. Nu, om af te sluiten, we kunnen straks in de vragen en antwoorden zeker nog verder gaan. Als wij daar naar kijken als mensenrechtenorganisatie, en een aantal dingen die ik misschien in de groep wil gooien, is dat we hier een heel helder voorbeeld zien van het belang van mensenrechten voor de regeling en de bescherming, de verhouding tussen machthebbers en individuen en de samenleving als gehele. Mensenrechten zijn er om de machthebbers die hun macht willen misbruiken, die zich aan de macht willen vastklampen, om die balans met de individuen en de samenleving te herstellen. En je ziet ook dat die samenleving, dat die individuen vroeg of laat die rechten gaan claimen. En daarvoor dienen die mensenrechten natuurlijk ook. Mensenrechten langs de andere kant zijn volgens mij ook een soort van goede geest die uit de fles is. En volgens mij zal Lukashenko die er ook nooit meer helemaal in krijgen. En is het natuurlijk een kwestie van tijd soms tot er verandering komt. Want de strijd voor mensenrechten vraagt heel veel moed en volharding en solidariteit. Maar die leidt zeker tot resultaten. Hè. En we zien dat over heel de wereld. Dat is allerminst evident. Dat kan soms heel lang duren. Dat is met heel veel mislukkingen. Maar uiteindelijk die geest terug in de fles krijgen, dat lukt niet. En ik denk als we meer nadenken naar discussies hier en discussies die misschien de mensen in dit webinar ook in de klas kunnen hebben of wat je met het voorbeeld van Belarus kunt aanvangen, is dat de case leert hoe essentieel het recht op vrijheid van meningsuiting is, het recht op vrije expressie, het recht om je te verenigen, het recht op protest, hoe essentieel dat is voor een vredevolle en een menswaardige samenleving. Ik denk dat het bijna een tekstboek, zoals we zouden zeggen, voorbeeld is van het belang van die zogenoemde burgerlijke politieke rechten, hè,
de burgerlijke politieke rechten, toch een heel belangrijk pakket rechten, die al in 1948 in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is vastgelegd. Dus zien we dat we de relevantie ervan vandaag wordt wel heel zichtbaar in Belarus. En de vraag is natuurlijk, of een aantal vragen waarom je rond deze case zou kunnen nadenken, is hoe kunnen we solidair zijn? Wat kunnen wij dan doen? Jan verwees naar de rol van de EU of de rol van de internationale gemeenschap. Maar hoe kunnen wij solidair zijn? Wat kunnen wij doen om onze medewereldburgers te steunen? En natuurlijk, dan kun je ook nog de reflectie maken naar onszelf. Hoe zit het? Hoe belangrijk is vrijheid van mening in onze eigen maatschappij? Vrijheid van protest, is dat hier een verworvenheid? Kunnen we op onze twee oren slapen? Of zijn er hier ook uitdagingen als je ziet in een zeer extreme situatie in Belarus tot wat het kan leiden? En om af te sluiten, het is een beetje een... ik zal er niet te veel over zeggen. Het is een heel actueel, heel kort clipje. En de vraag is maar of het enkel symbolisch is, of het meer kan betekenen, of het een van die ronkende verklaringen is waar Jan naar verwees, of het effectief een teken van solidariteit kan zijn. Maar ik wou het jullie toch graag tonen, gezien de tijd van het jaar en Eurosum. Daar ben ik zeker van, dat vreedzaam protest geen misdaad is. En over de symboliek of wat dit betekent. En enerzijds toont het aan hoe ver de repressie ook reikt, ook in de culturele sector. Anderzijds, wat de invloed is van de rest van de wereld op de situatie in Belarus. Dat is natuurlijk misschien stof voor de vragen en antwoorden straks. Dank jullie wel. Dankjewel, Wies, voor deze toelichting. We hebben inderdaad al een aantal vragen binnengekregen via de Q&A-functie. Ik ga die misschien even overlopen met jou, Wies, en met Jan. De eerste vraag is ook specifiek voor Jan gesteld. Zou een economische boycott van de export naar Belarus door de EU, zou dat nuttig zijn? Of zou dat de zaak voor de bevolking in Belarus alleen maar erger maken? Ja, ik ben natuurlijk geen econoom, maar ik denk dat in oppositiekringen, in Wit-Russische oppositiekringen, dat men niet zozeer kijkt richting zware economische sancties om Wit-Rusland helemaal af te snijden van de buitenwereld. Trouwens ook in Rusland pleit oppositie daar niet meer voor. Want dan kan het regime zich heel vlug in het slachtofferrol gaan onderdompelen. Zeggen van kijk, ze zijn tegen ons, we moeten ons land verdedigen. Dus waar men nu veel meer naar kijkt, is naar persoonlijke sancties. Dus dat mensen persoonlijk worden gesanctioneerd, dat bijvoorbeeld hun bankrekeningen worden bevroren, dat hun familie niet meer naar het Westen kan komen. En Tikhanovskaya heeft in januari nog gezegd dat ze eigenlijk zou hebben dat zou gelden voor iedereen die deelneemt aan de repressie, dus tot op het laagste niveau. Dus dat ook een agent die slaat op een betoger, dat die zou vallen onder dat sanctieregime. Dus dat is iets wat men vraagt vanuit de oppositie, wat een beetje moeilijk is voor de EU, omdat dat juridisch moet onderbouwd worden. Men kan dat aanvechten, het Hof van Justitie in Luxemburg. Dus dat is een beetje een tweesnijdend zwaard, maar in ieder geval, dat is volgens de oppositie de meest adequate manier om het regime op dit moment in de problemen te brengen. Economisch, denk ik, is er ook vanuit EU kan men op dit moment niet zoveel doen, omdat natuurlijk de grens met het oosten open staat, met Rusland. En ja, Wit-Rusland leeft eigenlijk voor een groot deel
op kosten van Rusland, goedkope energie. Dus dat maakt zo'n economische boycott, denk ik, op dit moment niet het beste middel om Lukashenko onder druk te zetten. Dankjewel, Jan. Er is nog een vraag binnengekomen die ik ook aan beide ga stellen. Hebben jullie weet van creatieve manieren van geweldloos protest in voormalige Oostbloklanden die wel of gedeeltelijk doeltreffend zijn geweest? En er wordt verwezen naar wat Jan zei over de sterkte van vrouwen, indien ze onderschat worden. Dus dat is misschien een vraag voor beide heren hier. Ja, ik wil eventueel wel beginnen. Ik heb al verwezen naar bijvoorbeeld Georgië, waar het wel gelukt is, geweldloos. We hebben natuurlijk de hele val van de Sovjet-Unie was eigenlijk ook min of meer een geval van toch wel grotendeels geweldloos protest. Er zijn natuurlijk ook andere voorbeelden. Ik heb er al aan verwezen, Oekraïne, waar er toch een bloedbad is geweest, waar dat geweldloos protest wel heel veel in gang heeft gezet, maar men zat daar op een bepaald moment eigenlijk in een doodlopende straat. En het is eigenlijk door het feit dat het geëscaleerd is, dat er dat bloedbad op Maidan is gekomen, dat de zaken plots in een versnelling zijn terechtgekomen. Ik denk dat dat ook het grote gevaar is van zo'n protestbeweging. Ik denk dat men daar ook in Wit-Rusland zich daar heel goed van bewust is, dat het heel snel kan kantelen naar gewelddadig, naar iets, naar een soort beginnende burgeroorlog. Dat heeft men ten allen prijzen willen vermijden in Wit-Rusland. Maar ja, je kunt natuurlijk, je hebt het niet altijd 100% in de hand. Zeker niet als je ziet welk geweld de politie gebruikt. Ik kan me wel voorstellen dat je als persoon, ik heb het zelf meegemaakt, ik heb zelf bijna slagen gekregen van zo'n knokploeg. Ja, je wilt je verdedigen, hè? Je wilt toch iets doen. Dus om dat zo allemaal maar te ondergaan, dat is, ik denk, ik denk dat je dat niet moet onderschatten, hoe moeilijk dat is voor mensen die het allemaal ondergaan, ook die mishandelingen en zo. Ik kan me voorstellen dat mensen daar echt woedend van worden en overgaan tot wanhoopsdaden. Dus ik denk dat het, eens dat begint, dat het heel moeilijk is om die zaak onder controle te houden. En het pleit, denk ik, enorm voor de oppositie in Wit-Rusland, dat ze daar heel goed in geslaagd zijn. Hè. Er is eigenlijk, het Wit-Russische regime heeft geprobeerd om hen te verwijten dat er pogingen tot staatsgreep waren en zo. Maar eigenlijk was dat allemaal kwats. Daar is nooit iets van onderbouwd geweest. Ja, ik denk dat dat er ook in wat we gezien hebben in Belarus, dat er heel veel creativiteit al bij was in kleinere groepjes, in grote groepen en ook allerlei andere creativiteit. Maar ik denk als we kijken naar hoe... Er zijn ook in Oost-Europa heb ik nu niet direct voorbeelden, maar ik herinner mij bijvoorbeeld, ik denk een tweetal jaar geleden in Gambia heb je bijvoorbeeld ook zo'n hele omwenteling gezien. En dan zie je natuurlijk de kracht van massamobilisatie. En ik denk dat dat echt wel een punt is dat bijzonder belangrijk is. Om opnieuw, eens dat de grote aantallen mensen, die solidariteit er is tussen mensen, dat het ook veel moeilijker, dat die repressie veel moeilijker voet aan de grond krijgt. Bon, we hebben voorlopig nog geen resultaat gezien nu. Maar ik heb niet direct weet van, ik weet niet zo goed wat er bedoeld wordt met creatief. Ik denk dat je wel altijd, en ik denk dat daar net al naar verwezen is, ook heel, dat je sterke figuren nodig hebt ook die opstaan, die durven mee de leiding nemen. En je ziet inderdaad over heel de wereld zie dat protestbewegingen heel hard getrokken worden door vrouwen en door jongeren. En dat inderdaad een soort van energie is die wel die protestbewegingen vooruitdrijven. Maar ik denk eigenlijk vooral dat de aanhoudende... in staat zijn om aanhoudend toch massaprotesten op straat te brengen en die ruimte voor vrijheid van meningsuiting te blijven claimen, waar dat dan wel enige creativiteit bij komt kijken, dat heel belangrijk is. Dankjewel Wies, dankjewel Jan. Er zijn ondertussen nog vragen binnengekomen, maar ik stel voor dat we nu eerst naar de volgende sprekers gaan. En we zien ook dat het een hele mooie overgang is. Hè. Jullie hebben het net gehad over dat geweldloos protest. En Jan verwees er al naar dat ook het regime trachtte natuurlijk om geweld uit te lokken. En dan zijn we zeer blij dat we Annemarie Gielen bij ons hebben hier vandaag. Bewegingsmedewerker voor Pax Christi. Welke ideeën heb jij eigenlijk om verzet en protest geweldloos te houden en op een creatieve manier dat te kunnen blijven doen, Annemarie? Ja.
Voilà, ik ga mijn scherm ook even delen met jullie. Goedemiddag iedereen. Hartelijk dank dat ik over dit boeiend, maar nog onderbelicht thema mag spreken bij het webinar. En er zijn al enkele vragen gesteld over geweldloos verzet, dus ik hoop gaandeweg misschien enkele antwoorden te kunnen geven. Ik ga er meteen doorvliegen, want 10 minuten is niet lang. Dus ik begin eigenlijk, ja, hoe dat ik zelf begonnen ben aan deze presentatie, is nadenken over wat zijn de iconen van het gewapend verzet en wat zijn de iconen van het geweldloos verzet. En tot mijn verbazing kwam ik eigenlijk tot niet zoveel inspiratie wat gewapende strijd betreft. Eigenlijk kwam enkel deze persoon in mij op, Che Guevara. Ik heb dan even bij collega's gehoord of dat zij nog andere figuren kennen die dus ja, een bredere verering kennen dan enkel binnen de eigen groep. Dan kwam wel nog Malcolm X op de proppen. En als we helemaal teruggaan in onze eigen geschiedenis, kwam iemand af met Jan Breydel en Pieter de Koning. Maar oké, dat is wel heel lokaal uiteraard. Maar voor de geweldloze strijd, ja, bij mij zijn er al direct 3 iconen die in mijn hoofd opkomen. Dat is natuurlijk Mahatma Gandhi, maar ook Martin Luther King en iets recenter Nelson Mandela. Dat zijn nu toevallig 3 mannen, maar in de ook nog recenter geschiedenis hebben we Nobelprijswinnares Leyla Magbouye van Liberia en Malala Yousafzai uit Afghanistan. Dat zijn mensen die toch een brede groep van medestanders achter zich hebben staan. En natuurlijk, ja, door mijn werk bij Pax Christi ken ik ook wel minder bekende figuren, voorvechters van rechtvaardigheid en vrede. Hier zie je alvast hun namen. Ik ga er nu wat gezichten bij plakken. En zo, dit is Franz Hekerstetter, een Oostenrijkse boer die weigerde om in het leger te dienen onder het naziregime. En die dat met zijn dood heeft moeten bekopen. We hebben ook Monseigneur Monsengo. Ik denk dat toch sommigen onder jullie hem wel kennen. Hij was voorzitter van de Nationale Conferentie in Congo, die ermee voor zorgde dat er een vreedzame transformatie kwam van dictatuur onder Mobutu naar een democratie. Ik weet het niet helemaal 100%, maar toch hè, een verandering. Hildegard Gosmeier, ook niet zo bekend in onze kringen, maar wel in de derde wereld. Zij is samen met haar man heel actief geweest, onder andere in de bewegingen tegen dictator Marcos in de Filipijnen, ook in Rwanda. Helaas, vlak voor de genocide, en dus de genocide is wel uitgebarsten, maar zij hebben toch heel veel gedaan tussen de gemeenschappen in Rwanda, ook in Colombia veel werk verricht. Dan Natalia Estimirova, iemand die ik persoonlijk goed gekend heb, die in Tsjetsjenië heel veel tijd en energie gestoken heeft om oorlogsmisdaden te documenteren. Ook een fervent voorstander van democratie vanaf de basis. Maar zij moest haar openbaringen ook met de dood bekopen. Op 15 juli 2009 werd zij doodgeschoten in Ingusetia. En dan dichter bij huis, zuster Jeanne de Vos. Wel uiteraard goed gekend in België en in India, vooral voor haar standvastige strijd tegen uitbuiting van meisjes en vrouwen. Maar dit zijn nu weer maar enkele figuren, maar zo zijn er eigenlijk tientallen, duizenden, zelfs miljoenen. Kleinere en grotere helden. Rudy Franks heeft daar ook een reportage aan gewijd in 2015 met verschillende getuigenissen van helden die in verschillende delen van de wereld opkomen voor rechtvaardigheid en vrede. En ik heb toevallig in de voorbereiding gezien dat de stad Geel nu een heel jaar lang haar kleine helden zal eren. Dus een zeer lovenswaardig initiatief. Maar wat weten we eigenlijk over de geweldloze strijd? Wat komt er spontaan in ons hoofd op als we daaraan denken?
wat ik nog alles hoor, en wat ik daarnet ook al een beetje hoorde, is, haalt dat eigenlijk wel iets uit? Is dat niet iets voor dromers in plaats van voor realisten? Een ander geluid dat je hoort, nog negatiever dan, is dat geweldloos verzet iets is voor mietjes en lafaards, en dat het zelfs gevaarlijk is, want het zou leiden tot de dood. Hè? Geweldloosheid wordt vaak geassocieerd met niets doen, met ondergaan, met de dood als gevolg. Ik hoor het zelf vaak ook op lezingen als ik vertel over geweldloos verzet, dat toch iets is voor zachte eitjes en dat het effectief gevaarlijk is en mensen worden soms zelfs boos op mij als ik pleit voor geweldloze strijd. Maar kloppen die associaties eigenlijk wel? Ik las recent nog eens opnieuw enkele academische onderzoeken die van recente datum zijn. Dus het is zo dat het onderzoek naar geweldloze verzet eigenlijk pas recent goed op gang is gekomen, de laatste 2 decennia. En ik wil graag enkele bevindingen met jullie delen. Bijvoorbeeld, een van de resultaten van het onderzoek is dat geweldloos verzet 53% kans heeft op succes, terwijl gewapend verzet slechts 26% kans heeft op succes. Ik vind dat frappant en ik vind dat eigenlijk vreemd dat daar niet meer aandacht aan besteed wordt aan deze cijfers, hè, aan die statistieken. Een ander punt dat ik gevonden heb is dat geweldloos verzet in 23% van de gevallen leidt tot het massaal doden van mensen. En met massaal wordt dan bedoeld meer dan 1000 mensen. Terwijl dat bij gewapend verzet stijgt tot 68%. En dat is toch een gigantisch verschil. En nog een cijfer dat ik gevonden heb, is dat regimeveranderingen die gebeurd zijn op een geweldloze manier 9 keer langer stand houden dan veranderingen op een gewelddadige manier. Ik heb ook een paar van de bronnen hier vermeld. Dus ik denk dat dat zeer boeiende materie is om verder te bestuderen. En zeker ook materie die meer in de media in de aandacht zouden mogen komen en die ook in het publieke debat aan bod zouden mogen komen. Ik ga nog verder gaan op het idee van het geweldloos verzet. Is dat een goed idee? Ja, dus. Denk ik toch. Ik ga nog enkele andere argumenten aanhalen buiten de cijfers die we daarnet al gezien hebben. Ik denk dat een heel belangrijke is, wat dat ook al is aangehaald door vorige sprekers, is dat geweldloze bewegingen vertrekken vanuit burgers. Dus het is niet te onderschatten dat dat een groot draagvlak met zich meebrengt. En ook het lange termijn effect is erg belangrijk hier. Dus als mensen al gemotiveerd zijn voor een verandering, sociale verandering, politieke verandering of welke verandering ook, dan is die motivatie, zal er zeker voor zorgen dat dat een heilzaam effect heeft op die verandering en dat ook een duurzaam effect. Een tweede argument is de breedte aan het soort middelen dat kan ingezet worden bij geweldloos verzet. En terwijl het bij gewelddadig verzet maar één middel is eigenlijk, het militaire of het gewapende, heb je bij geweldloos verzet een gamma aan middelen die kunnen worden ingezet, zodanig dat er veel meer mensen ook bij betrokken kunnen worden. Het gaat voor een groot stuk om buiten het gewone klassieke politieke proces. Waarom is dat belangrijk? Omdat doorgaans het klassiek politiek proces zich beperkt tot parlement, soms media en in heel weinig gevallen een publiek debat. Vaak zijn er ook korte termijndoelen bij betrokken als het gaat over een klassiek politiek proces en is er altijd maar één iemand die een pluim op de hoed wil zetten. Natuurlijk geweldloos verzet zonder gebruik van of dreiging met geweld. Ook dat is eigenlijk een heel belangrijke troef, omdat dit het vertrouwen in de mensen die behoren tot die beweging doet toenemen. Er is geen schade, er is geen wantrouwen.
En dat maakt eigenlijk ook dat geweldloos verzet op langere termijn duurzaam is. Een argument dat je soms hoort gaat over de principiële vormen van geweldloosheid. Die komen soms aan bod, zoals bij Martin Luther King of bij Gandhi. Maar zoals nu in Wit-Rusland is het niet... De bron van het geweldloos verzet is geen religie of geen pacifistisch principe. Het gaat echt over mensen die op een waardige manier willen strijden voor hun rechten. Ook strategisch zijn er twee belangrijke voordelen aan geweldloos verzet. Doordat er een grote publieke aanhang is, vaak gesteund door de internationale gemeenschap, is onderdrukking heel vaak minder hevig. En we hebben dat ook gezien in die cijfers van de massamoorden. En de onderdrukking, als die er al komt, komt pas vaak na heel lang protest. Er is ook meer kans op onderhandeling. Omdat er een opening is door die geweldloosheid naar ook een geweldloze regimeverandering, is er veel meer kans dat de groepen die aan de macht zijn, dat die effectief overgaan tot onderhandelen. En tenslotte, het is al aan bod geweest, de creativiteit is enorm. Dus er zijn ongelooflijk veel acties die je kan ondernemen vanuit geweldloos verzet. Hoe kunnen we nu mensen helpen die aan een geweldloze actie zijn begonnen? Dat was ook een van de vragen die daarnet gesteld is. Belangrijk daarbij is solidariteit betuigen. Dat klinkt misschien klef, maar je kan je niet inbeelden hoe belangrijk het is om die mensen te steunen die zowel in Minsk als op andere plaatsen in de wereld voor een geweldloze regimeverandering aan het strijden zijn. Tussen aanhalingstekens. Een hart onder de riem is echt superbelangrijk. Ik hoor dat telkens weer als ik ergens ben op het terrein, of het nu Palestina of Rusland of Oekraïne is. Mensen vinden dat heel belangrijk, dat ze weten dat er ergens in de wereld supporters zijn. Nieuws verspreiden en verhalen delen, dat is ook iets wat je stevast hoort als je aan die mensen op het terrein vraagt, wat kunnen wij doen voor jullie? Ze willen echt dat informatie van hen doorverteld wordt en dat dat ook gedeeld wordt binnen de eigen netwerken van mensen. En liefst natuurlijk ook tot bij de beleidsmakers. Dat is natuurlijk een troef die wij in België wel hebben. De beleidsmakers staan eigenlijk dicht bij ons, veel dichter dan in dictaturen. Wij kunnen mail sturen naar beleidsmakers, we kunnen hen zelfs ontmoeten of via organisaties die beleidswerk doen, onze stem laten horen. In de actieve geweldloosheid noemen we dat werken aan de kringen van solidariteit. Dus de horizontale connecties aanboren. Dus iedereen heeft wel een netwerk. Ik heb hier een paar netwerkjes getekend met x's voor individuen. Als wij al met 5-6 mensen zijn en wij leggen onze netwerken naast elkaar, dan is het bijna zeker dat we een link vinden tussen de onderdrukte en de onderdrukker, of eenvoudiger, de mens met een probleem en diegene die daarvoor een oplossing kan bieden. Hoe krijg je nu beleidsmakers zover om iets te doen? Wat zij nodig hebben, is een aantal zaken, waaronder het gevoel hebben dat er een kritische massa achter de vraag naar een oplossing staat. Dus er moet voldoende draagkracht zijn. Een tweede argument dat vaak helpt, is natuurlijk de urgentie. Is er een sense of urgency om in actie te treden? Dat is soms gekoppeld, maar niet altijd, aan het raken van de juiste snaar bij die beleidsmaker of beleidsmakers. En zij hebben ook hun gevoeligheden waar dat wij ook rekening mee moeten houden. Vinden zij ook voldoende medestanders binnen hun eigen kring? Ook dat is belangrijk, dat zij, en dat heeft te maken met het volgende puntje, met de veiligheid, dat ze zich veilig voelen als ze een bepaald beleid gaan steunen dat leidt tot verandering op vlak van ongelijkheid of regimeverandering. En dan denk ik dat we op een cruciaal punt zijn, dus
Wat de geweldloosheid vaak naar voren schuift, zijn oplossingen die duurzaam zijn. En die oplossingen liggen daarom niet al op voorhand vast. Het is heel goed wat Tichanowska heeft gezegd van kijk, we stellen gewoon nieuwe verkiezingen in het vooruitzicht, niet wetende wat dat die gaan brengen. Dat is ook effectief zo in de actieve geweldloosheid. Het is door samenwerking, door creativiteit, door ook geduld op te brengen. Daardoor komen ideeën naar boven en dat zijn dan ook ideeën die zodanig veel draagkracht hebben dat ze duurzaam gaan zijn en dat er dus meer effect is op lange termijn. Dat is denk ik de mindshift en we zien het denk ik inderdaad in de wereld. Vrouwen en jongeren zijn daar erg mee bezig om te bewerkstelligen wat de duurzame verandering met zich mee kan brengen. Voor Wit-Rusland, het is op dit moment effectief erg spannend. En dus inderdaad gisteren al die website platgelegd. Er zijn ook nog altijd opposanten die gevangen genomen worden. Steeds meer, heb ik begrepen, ook van collega's uit de sector. En ik denk dus dat de nood aan solidariteit en onze berichtgeving en onze steun erg belangrijk is. En daarom is het ook zo goed dat het Vlaams Vredesinstituut de protestanten van Wit-Rusland of Belarus voorgedragen heeft voor die Nobelprijs voor de Vrede, juist omdat dat dit mogelijk maakt. Het maakt het mogelijk om hen onze solidariteit te betuigen. Het maakt het mogelijk dat zij hun verhaal brengen. En het maakt het ook mogelijk dat wij tot de beleidsmakers hun stem laten doorklinken. Voilà, ik ga het hierbij houden. Hopelijk heb ik mijn pleidooi kort maar bondig doorgegeven. Jullie kunnen altijd terecht op de website van Pax Christi voor meer ideeën of achtergrondinformatie en contact opnemen met mij kan natuurlijk ook. Dankjewel. Dankjewel, Annemarie. Geweldloosheid is natuurlijk voor ons, voor het Vlaams Vredesinstituut, ook zeer belangrijk. En het is inderdaad ook de reden waarom dat wij de aandacht ervoor met behulp van een instituut, als het ware, als de Nobelprijs voor de Vrede, willen aanzwengelen. De nieuwe eindtermen voor het Vlaams onderwijs bieden daar heel wat aanknopingspunten voor. En onze onderzoeker Maarten van Alstijn kan u daar alles of toch bijna alles over vertellen. Maarten, ik geef jou graag het woord om te praten over hoe we aan de slag kunnen gaan met vrede en conflict in het onderwijs. Ja, dankjewel Niels en goedemiddag aan iedereen. Zo, vrede en vredeseducatie in de eindtermen. Laat me beginnen met die vraag die ook aan de basis ligt voor een deel van dit webinar. Hoe kan je nu van zo'n case in Belarus, de protesten daar, naar de Vlaamse klas gaan? Dat is natuurlijk in eerste instantie, zeker voor de leerkrachten die vandaag aanwezig zijn, een didactische vraag. Je kan dat op verschillende manieren doen, een les, documentaire, een workshop, een gastspreker enzovoort. De tweede vraag is natuurlijk, ja, hoe pak je dat dan thematisch aan? Waar wil je rond werken? Ik denk dat we vanmiddag al een heel aantal aanknopingspunten gehoord hebben. Hè? Als je het thematisch bekijkt en dan probeert te linken aan de eindtermen, zoals ze nu voorliggen. Dus ik ben gebaseerd op de teksten die nu voorliggen. Je kan werken rond thema's als wat is het verschil tussen een democratie en een autoritair regime. Ik denk dat we vandaag genoeg voorbeelden hebben gehoord van hoe dat sommige autoritaire regimes te werk gaan als ze aan repressie doen. Wat we ook in de uiteenzetting van Wies heel mooi hebben gehoord. Ja. Mensenrechten, wat is nu eigenlijk de inzet daarvan? Hoe verhouden mensenrechten en burgerlijke en politieke rechten zich tot de macht? Dat soort thema's. En dat staat ook in de eindtermen bijvoorbeeld voor de tweede graad. Hè. Dus dat leerlingen onderzoeken mensenrechten. En ik denk dat we vandaag een heleboel zaken hebben gehoord om dat echt heel concreet te kunnen maken. En ik denk dat Amnesty daar ook heel veel materiaal over ter beschikking heeft. Ten derde, en ik haal het hier uit de eindtermen over het historisch bewustzijn. Ja, je kan ook op een heel historische manier aan de slag gaan. En je kan kijken, ja, hoe evolueren zo'n regimes naar dat soort repressies? Hoe evolueren protestbewegingen naar de protesten die ze dan uiteindelijk volbrengen? Dat soort zaken. Dus ik denk dat de eindtermen hier een heleboel aanknopingspunten bieden om rond een case als Belarus en de protesten daar en de repressie daar in de klas aan de slag te gaan. Maar om eigenlijk
de focus toch een beetje te verbreden, want vanuit het Vlaams Vredesinstituut doen we dit ook om deze case naar voren te brengen, maar ook om de vraag te stellen, ja, hoe kan je nu in Vlaamse klassen gaan werken rond vrede in de klas, hè? Rond de trek bijvoorbeeld van de Nobelprijs. Dat is een aanleiding om te gaan praten over vrede in de klas. Maar hoe doe je dat dan? Dat is de vraag die ik eigenlijk nu kort wil doorlopen. Een eerste insteek zou kunnen zijn, ja, hoe kan je vanuit vredeseducatie in de klas aan de slag gaan? Hoe zit vredeseducatie in de eindtermen? Wel, als je zo de eindtermen doorneemt, er is niet echt een heel expliciete of specifieke doelstelling vredeseducatie in de eindtermen zoals ze nu voorliggen. Is dat een probleem? Dat is misschien iets waar we over kunnen discussiëren. Je zou kunnen zeggen, het zou goed zijn om dat daar wel in te zetten. Je zou ook kunnen zeggen, van ja, er zijn al heel veel verschillende soorten van educaties. En je zou ook kunnen beargumenteren, vanuit filosofisch perspectief, ja, vrede is eigenlijk iets dat je in alles, door je hele project laat doordecemen. Dus bekijk de eindtermen als geheel en probeer dan te gaan kijken, ja, kan je daar eigenlijk vredeseducatie in lezen? Dat is eigenlijk de oefening die ik hier vandaag wil doen. Dus dat het er niet noodzakelijk expliciet moet instaan, maar dat je eigenlijk, als je rond vrede wil werken in de klas, dat je naar die eindtermen, naar de leerplannen, naar je eigen plannen gaat kijken, van, hoe kan ik daar eigenlijk een vredesdimensie insteken? Nu, vredeseducatie is een heel breed domein. Ik heb hier een aantal bronnen opgeleist, handboeken, journals. We hebben er vanuit het Vredesinstituut in de afgelopen jaren ook zelf rondgewerkt. En heel veel verschillende insteken, verschillende benaderingen, definities van eerder beperktere definities, zoals bijvoorbeeld het werken rond het toenadering tussen verschillende conflictpartijen, tot heel breed gaan we en ook over milieueducatie, bijvoorbeeld de grote vrede van de herinneringseducatie van de oorlogen te praten enzovoort. Om dat eigenlijk heel concreet te maken vandaag, stel ik voor, dus niet om op al die definities in te gaan, maar gewoon de oefening te doen om naar de eindtermen te gaan kijken vanuit een soort van vredesbril. En om dat te doen, stel ik voor om een vrij klassieke bril op te zetten, een vrij klassieke onderscheid in vredestudies tussen, ja, enerzijds kleine vrede en de grote vrede, anderzijds kleine vrede, de vrede tussen jongeren bijvoorbeeld op de school, in een klas. De grote vrede eerder, ja, die grote thema's zoals bijvoorbeeld wereldvrede of atoomwapens of conflicten zoals in Belarus. Hoe kan je daarover nadenken? Het andere leesschema is bijvoorbeeld, kan je ook gebruiken, negatieve en positieve vrede. Negatieve vrede is de afwezigheid van geweld. Daar ben je natuurlijk nog niet mee als definitie, want dan werp je de vraag, wat is geweld precies? Is dat alleen fysiek geweld, is dat ook symbolisch geweld, cultureel geweld, structureel geweld? Dat kan heel breed gaan. Positieve vrede bekijken we eerder naar de randvoorwaarden om naar een rechtvaardige vrede te komen. En dan kan je naar een heleboel aspecten gaan kijken. En ik heb vanuit die bril eens naar de eindtermen gekeken. En bijvoorbeeld als je spreekt over positieve vrede, wat zijn nu elementen die maken dat in een samenleving er een, ja, een rechtvaardige afwezigheid van geweld is? En dan kan je bijvoorbeeld praten over, of met de leerlingen aan de slag rond elementen als democratische rechtsstaat, samenleving in diversiteit, mensenrechten, duurzaamheid, dat soort zaken. Als je oorlog en vrede, de eindtermen even, dus dat zijn gigantisch dikke documenten van 1000 pagina's voor elke graad. Als je daar met de zoekfunctie doorgaat en je zoekt op vrede, dan kom je vaak terecht bij het koppeltje oorlog en vrede. Je vindt dat bij die eindtermen historisch bewustzijn, waarin dat eigenlijk aan de leerlingen, waarin de eindterm wordt gezegd, ja, denk met de leerlingen na over hoe oorlog en vrede zich in bepaalde samenleving en in bepaalde periodes hebben afgespeeld. En dat is natuurlijk ook een heel mooi aanknopingspunt om tot historische reflecties te komen. Wat dan meer de kleine vrede betreft, hoewel, ook daar zit een dimensie grote vrede, ik kom daar zo meteen op terug. De eindtermen leggen ook een heel erg sterke klemtoon op dialoog en op conflicthantering. En dat is ook een heel interessante insteek om, denk ik, niet alleen over vrede te praten, van kleine vrede tot heel grote vrede, bijvoorbeeld de mensenrechten situatie in Belarus, maar ook door de dialoog en door meningsverschillen op een constructieve manier te hanteren, aan vrede te doen, vrede in de praktijk te brengen en op een geweldloze manier met elkaar in contact komen of van meningsverschillen en tegenstellingen uitwerken. Nu, die klemtoon op dialoog en conflict, denk ik, is heel belangrijk, omdat die zowel die kleine vrede in zich draagt als de hele grote vrede, want je kan allerlei thema's, zoals bijvoorbeeld we die daar net hebben aan de orde gesteld, bespreken. Maar ik wil daar wel die kanttekening bij plaatsen, dat de klemtoon, ook in de eindtermen zie je dat, die ligt vaak op ja, wat je nou kunnen noemen, de redelijke dialoog.
het redelijke, geïnformeerd met elkaar in gesprek gaan, goede argumenten geven, bij voorkeur wetenschappelijk onderbouwd enzovoort. Dat zit in filosofische kaders van wat we dan noemen de deliberatieve democratie. Ik wil die klemtoon ten eerste onderstrepen. Ik denk dat het heel belangrijk is, zeker in tijden van toenemende tegenstelling, dat we dat leren met z'n allen en dat we dat ook met jongeren doen om op een redelijke manier met elkaar te praten, te luisteren, van mening te verschillen. Maar ik denk, en leerkrachten die vandaag luisteren zullen dat wel weten, als je sommige thema's in de klas binnenbrengt of ze ontstaan discussies, dat zal zich niet altijd volgens dat mooie format van de redelijke dialoog afspelen. Soms is het veel heftiger dan dat. En zeker als je over thema's zult spreken, zoals bijvoorbeeld conflicten in het Midden-Oosten, Israël-Palestina, of over thema's zoals migratie of decolonisatie. Dat zijn thema's die soms ook wel tot spanning, echt spanning in de klas leiden. Waarom is dat? Ja, daar zitten wat ik noem vaak politieke emoties achter, zoals boosheid, onrechtvaardigheidsgevoelens, kan ook onbehagen, angst enzovoort. En dat zorgt dat het gesprek over die thema's in de klas soms heftiger, emotioneler kan zijn. Het argument hier is, ja, misschien moeten we daar ook wel ruimte voor voorzien, dat we dat dan op een constructieve manier kunnen hanteren. Een ander element is, ja, zeker als het gaat over geweldloos verzet, daar zit altijd een dimensie in van de macht in vraag stellen, een bepaalde ordening in vraag stellen. En misschien moet daar ook ruimte voor zijn in de klas, op een geweldloze manier dan. Anne-Marie sprak over de geweldloze strijd. Hans Achterhuis spreekt bijvoorbeeld over vreedzaam vechten. In haar laatste boek spreekt Judith Butler, houdt een pleidooi voor geweldloosheid, maar tegelijkertijd zegt zij ook wel, je kan geweldloosheid moeilijk denken zonder echt activisme voor meer rechtvaardigheid. Dus je ziet, dat zijn zaken die zorgen dat het in de klas soms iets heftiger kan zijn dan alleen die redelijke dialoog. En ik denk dat we daar ruimte voor moeten laten, hoe moeilijk dat soms ook is, want dat is niet gemakkelijk. En ik denk een belangrijke rode draad daar is, als je dat dan doet, dat we met z'n allen leren, en dat jongeren dat ook leren, dat als je van mening verschilt of je zit in een conflict, dat je de andere altijd als tegenstrever blijft zien en dat hij niet uitgroeit tot een vijand. Dan ben je dus over vrede aan het praten in de klas. Op die manier, je doet ook aan vrede, want je probeert het op een constructieve, geweldloze manier te doen. En in het kader van het traject dat we willen opzetten van het Vredesinstituut om dat thema vrede aan de hand van de Vredesprijs, de Nobelprijs Vrede, om dat thema binnen te brengen in Vlaamse klassen. Ja, ons lijkt dat een thema dat je ook echt in de vorm van de dialoog met je leerlingen kan bespreken. Spreken over wat betekent conflict voor jou? Wat betekent vrede voor jou? Hoe ga jij conflicten aan? Hoe zie jij conflicten in andere delen van de wereld dan de stad bijvoorbeeld of de gemeente waar je naar school gaat? Als je dat doet, zal je heel veel meer stemmigheid krijgen. We noemen dat dan multiperspectiviteit. Soms leidt dat tot meningsverschil, soms tot conflict. Dat zijn dan zaken die we zo goed mogelijk moeten proberen te hanteren. Maar die meerstemmigheid in die dialoog, dat is wel het centrale uitgangspunt. En dat is ook een uitgangspunt dat je ziet in de vredestudies. Ik heb hier het boek, een reader, de Peace Studies, A Cultural Perspectives, geëdit door Wolfgang Dietrich van de Universiteit van Innsbruck. Wat daar eigenlijk gebeurt is, het is een heel dik boek, 700 pagina's, maar het begrip vrede wordt daar bekeken vanuit een heleboel verschillende invalshoeken. Je hebt Europese invalshoeken, je hebt Aziatische, Afrikaans. Dat geeft een heel breed perspectief op wat vrede precies betekent voor heel veel verschillende mensen. En als je dat debat op gang krijgt, denk ik, dan biedt zo'n dialoog over vrede wel enkele kansen. Dank je wel. Dank je wel, Maarten, voor deze toelichting met hoe we daar nu effectief mee aan de slag mee kunnen gaan in de klas. We hebben ondertussen verschillende vragen binnengekregen voor de sprekers, zowel voor de laatste sprekers als voor de eerste sprekers. Ik ga nog een aantal van die vragen kunnen stellen. Een eerste vraag die binnenkwam, specifiek ook voor Anne-Marie, is de volgende. Spijtig genoeg komen er meer en meer radicale meningen over de protesten. Een voorbeeld daarvan kan de reactie zijn van een van de oppositieleiders van Rusland, Mikhail Svetov. Die begint te spreken meer en meer over een revolutie. Een grote rol kan ook een nieuwe wet in Belarus spelen. Nu mag politie schieten op mensen die protesteren. Hopelijk blijven de protesten geweldloos, maar het probleem is dat mensen bijna geen resultaat kunnen zien.
na bijvoorbeeld mislukte protesten in Rusland die het laatste gevecht neutraliteit werden genoemd, heeft de vraagsteller op de sociale media veel mensen gezien die al klaar waren om tot geweld over te gaan. En nu komt de vraag dus, wat zou een oplossing kunnen zijn om aan deze mensen duidelijk te maken dat geweld hier geen oplossing wordt? Ja, ik heb dat inderdaad ook al gehoord, dat er in Wit-Rusland of in Belarus veel mensen zowel in angst leven als het beu zijn en stappen vooruit willen zetten en dus bereid zouden zijn om geweld te gebruiken of tegen geweld te gebruiken. Dat is effectief een groot risico en daarom is denk ik onze steun, alleen niet alleen van dit publiek, maar van ja, de hele gemeenschap wereldwijd, belangrijk. Want dat was effectief ook daar straks die vraag over kritiek. Dus je geeft als Europese Unie bijvoorbeeld kritiek. Dat is goed en je moet het onrecht benoemen en aankaarten. Maar je moet het daar niet bij laten. Hè. Dat is de bedoeling, denk ik, van een internationale gemeenschap om er samen voor te zorgen dat effectief het internationaal recht en dus de vrede bewerkstelligd kunnen worden. Dus er moet veel meer nagedacht worden, niet van die doet het fout en wij gaan die nu eens bekritiseren. Nee, wat kunnen wij dan doen om ervoor te zorgen dat het systeem daar, en het systeem is geen goed, ik hou niet van het woord systeem, omdat het gaat over mensen. Maar dus wij moeten die mensen helpen en effectief wat Tichanowskaja ook gezegd heeft, hè, bijvoorbeeld, hoe kunnen we die mensen die in het regime zitten helpen om die stap daaruit te nemen. Hè? Niet om te gaan zeggen van we moeten iedereen die daarin heeft gewerkt gaan bestraffen of gaan daar waarheidscommissies of zo op gaan zetten. Nee, er zijn heel veel manieren om ervoor te zorgen dat er veranderingen op gang kunnen gebracht worden die, ik ga niet zeggen pijnloos, maar wel toch op een bepaalde manier een brug kunnen slaan naar een nieuwe vorm van samenleven. En ik denk dat daar luisteren in heel belangrijk is. En dus dat we veel meer connectie maken met mensen op het terrein. Luisteren, wat zijn hun behoeften? Welke gedachten leven er? Welke meningen zijn er? En hoe kunnen wij daar vanuit ons perspectief, maar ook... Er zijn ook mensen in Oekraïne en Rusland die even hard snakken naar een ander regime en daar ook gebaat bij zijn. En ook wij zijn daar gebaat bij. Als Europese landen zijn wij er ook gebaat bij. En zoals Misa al zei, de geest is uit de fles. Dat klopt. Dus er zijn hetzelfde als in Oekraïne. Ook al is daar nog enorm veel te doen. Maar er zijn echt al heel veel mensen die wel hebben begrepen van als we effectief onze burgerrechten willen laten gelden en willen dat degenen die dat wij verkozen hebben ook voor ons gaan zorgen, ja, dan hebben wij ook een verantwoordelijkheid daarin. En ik denk dat bij veel protesters in Belarus ook het geval is, dus dat we die mensen ook niet in de steek mogen laten, maar mee in, moeten nadenken wat kunnen onze regeringen bijvoorbeeld op politiek vlak in gang zetten om ervoor te zorgen dat daar effectief geen bloedbad van komt. Bies, misschien wil jij daar nog iets aan toevoegen? Oh ja, heel kort. Ik zou zeker het pleidooi willen onderstrepen om solidariteit te tonen. Ik denk ook dat dat iets is dat je echt ook mee in de klas echt dingen mee kunt doen. Omdat dat, ik echo wat Annemarie zei, dat is het punt, hè, van zorgen dat we niet in de onzichtbaarheid vergaan en dat die repressie geen vrije hand krijgt. En in Belarus ziet het jammer genoeg wel een beetje gebeuren. Hè. Gelukkig is dit evenement er, maar je ziet inderdaad dat die aandacht wel weg schuift. Dus ik zou dat vooral willen onderstrepen, denk ik, die nood aan solidariteit en ook het onder druk zetten van machthebbers. En ik denk, enerzijds is er heel veel om cynisch en moedeloos van te worden, maar anderzijds, er zijn zelfs de meest verregaande regimes, dat merken wij ook elke dag, die zijn niet immuun voor druk. Nog druk van hun eigen bevolking, nog internationale druk. En nog eens, het vraagt soms een lange adem, maar het kan. Maar goed, als je in de realiteit leeft, begrijp ik dat de moedeloosheid toestaat. Maar daarom is die solidariteit, ik ga daarbij laten, ik denk dat die solidariteit echt heel belangrijk is. Dat die betrokkenheid tonen en ook in acties, ook al zijn ze symbolisch, dat toch een bijzonder belang heeft.
Dankjewel, Wies. Dankjewel, Annemarie. Ja, dat wil ik ook nog eens benadrukken. Hè. Dat is ook een van de redenen waarom wij natuurlijk gekozen hebben om onze nominatie voor die demonstranten daar in het land te doen. Juist om te laten zien dat wij hen niet vergeten. En proberen die aandacht, die zichtbaarheid daar zoveel mogelijk op te houden. En wij hopen natuurlijk dat we op die manier ook wat druk kunnen zetten vanuit de internationale gemeenschap. En alle beetjes, denk ik, helpen. Het is een gezamenlijke poging dat we moeten ondernemen. Ik heb ondertussen nog een aantal vragen teruggekregen, specifiek ook over Rusland en ook gericht aan Jan, specifiek. Maar ik denk dat ook als de andere sprekers daarop willen inspringen, dat ze uiteraard ook kunnen. De vragen zijn eigenlijk als volgt. Is er een kans dat Rusland militair ingrijpt indien Lukashenko's regime valt of dreigt te vallen? Eventueel gelijkaardig met wat er aan de gaande is in Donetsk en Luhansk? Of eventueel zelfs een Krim-scenario waarbij ze worden geannexeerd? En dan een vervolgvraag. Mocht Belarus in zekere vorm geannexeerd worden door Rusland, verwachten jullie dat het protest van dezelfde grootte komt of zal de angst te groot zijn? Ja, ik zou misschien eerst... Ik wil nog even inpikken op wat er voor gezegd is. Ik denk inderdaad de vraag van de leiding van de oppositie in Wit-Rusland is om meer steun te krijgen vanuit Europa. Dus dat, vandaar dat pleidooi voor die personele sancties, van de daad bij het woord te voegen. Want dat is natuurlijk, het is eenvoudig om te zeggen, we kritiseren wat er gebeurt, maar ja, er moet ook iets aan vasthangen. Maar aan de andere kant, denk ik, moeten we ook wel realistisch zijn. En wij gaan het daar niet veranderen. Het moet van de mensen daar komen. Er is een enorme kritische massa die is opgestaan. Die is nu moe, maar die gaat terug opstaan. Maar het zijn zij wel die het moeten doen. Zoals in Oekraïne, er is heel veel gezegd over het optreden van Verhofstadt op Maidan en zo. Dat heeft daar de revolutie niet gemaakt. Hè. Ik ben daar verschillende keren geweest op Maidan. Dat waren de mensen ter plaatse die de revolutie hebben gemaakt. En die vonden de steun natuurlijk heel belangrijk, maar zij hebben het wel moeten doen. En dus ik denk dat we ook alleen op dat vlak zeer realistisch moeten zijn. We kunnen ook niet alles doen. We hebben de situatie daar niet in de hand. Het is dan vooral afhangen van de krachten, de krachten ter plaatse, hoe het daar zal verder evolueren. Om die vragen te antwoorden van annexatie, ik denk, nee, er gaat geen annexatie gebeuren door Rusland van Wit-Rusland. Ik denk dat Rusland na de annexatie van de Krim alle andere annexatieplannen on hold heeft gezet. De Krim kost gigantisch veel geld. Donetsk, Luhansk, waar ook Russische strijdkrachten in het geheim aanwezig zijn, die annexatie gaat er ook niet komen, want Rusland heeft daar op dit moment de middelen niet voor. En dus ook voor Wit-Rusland is dat eigenlijk voor Rusland niet te doen. Trouwens, Rusland, ik denk dat dat een evolutie is die toch wel duidelijk is de laatste jaren, werkt niet meer zo met een massale, openlijke invasie met militaire middelen. Het is meer een beetje een soort onzichtbare annexatie die gebeurt. Hè. Je merkt nu op dit moment dat Russische bedrijven proberen zich in te kopen in Wit-Russische bedrijven, zodanig dat de greep van Rusland, van Moskou, op die Wit-Russische samenleving aan het vergroten is. En dat is trouwens iets wat Lukashenko probeert tegen te houden, want dat ondergraaft zijn positie. Hè. We mogen het denk ik ook niet onderschatten. Lukashenko is geen pion die danst naar de pijpen van Poetin of die danst naar onze pijpen. Dus iemand met eigen belangen. Wit-Rusland is een onafhankelijk land en kiest zijn eigen koers. En op dit moment is dat meer gericht op Rusland, omdat het beter uitkomt. Maar Lukashenko heeft in het verleden al, dus ook na 2010, was er heel veel kritiek van de EU op Lukashenko. Maar de annexatie van de Krim in 2014 was voor Lukashenko de reden om eigenlijk een bocht te maken richting EU. En toen zijn ook de sancties opgegeven. Dus de man is in staat tot enorm spectaculair bochtenwerk om zijn eigen positie te beschermen. Dankjewel, Jan. Ik wil nog andere sprekers eventueel iets willen toevoegen aan die vraag. Nee, dan kan ik vaststellen dat we ook de andere vragen eigenlijk al beantwoord hebben via de Q&A schriftelijk. Dus dan zijn we eigenlijk gekomen aan het einde van ons webinar.
Ik hou eraan om de panelleden bijzonder hartelijk te bedanken voor hun interessante presentaties hier vandaag. Ook jullie thuis, beste aanwezigen, wil ik ook bedanken voor de interessante vragen, voor de aandacht jullie wensen te geven aan dit thema. En ik wil jullie ook nog graag nog meegeven dat de opname van dit webinar, maar ook de presentaties, op onze website beschikbaar zullen zijn via www.vlaamsvredesinstituut.eu. Ook belangrijk, wij bezorgen nu alle aanwezigen ook via mail de nodige informatie om eventueel ook betrokken te blijven bij ons traject om die Nobelprijs-nominatie terug wat meer in de klas te brengen. En wij hopen u dus allemaal binnenkort weer opnieuw te mogen ontmoeten. Hopelijk volgende keer wel in levende lijven en niet meer achter een scherm. Dus hopelijk tot snel en tot dan. Dank u wel. Dag.